Woensdag 30 maart komt de ledenraad van Ajax bijeen voor een toelichting van het bestuur op de situatie rondom Johan Cruijff. Het bestuur van de club stelt zijn positie ter beschikking. Ajax-voorzitter Uri Coronel ligt dit besluit toe. Het komt eigenlijk voort uit de klankbordgroep Techniek, hè, van onder voorzitterschap van Johan Cruijff. Er is een rapport verschenen zonder dat men ooit met één medewerker van Ajax, althans een leidinggevende medewerker van Ajax, heeft gesproken. De procedure is aan alle kanten volstrekt incorrect. Vervolgens komt er een rapport wat overigens technisch helemaal niet verkeerd is. Dus daar was geen ruzie over gekomen op zichzelf, hoewel de procedure niet deugt. Maar in dat rapport stond ook welke trainers hier ontslagen moesten worden. Dat heeft de directie geweigerd. Daar is de Raad van Commissarissen, het bestuur van de vereniging, achter gaan staan. Want dat kan niet anders. Je kan niet, al is het Cruijff, laten bepalen wie erin en wie eruit moet. Die mensen hebben lopende contracten. Die hebben geen slechte beoordelingen. Dat zijn trouwe medewerkers en vaak ook nog Ajaxiden. Nou, dat conflict liep zo hoog op dat de club daar last van krijgt. En dus hebben wij gezegd, ik kan wel gelijk hebben. Ik moet ook gelijk krijgen. En het is voor ons buitengewoon moeilijk om tegen het grootste icoon wat Ajax ooit gehad heeft, Johan Cruijff, stelling te nemen. En toen hebben we gezegd, nou dan is het beter dat je voor ons anderen zoekt. Waarom denkt u dat het conflict zo hoog is opgelopen? Nou, ik zeg denk ik omdat Johan geen nee accepteert. Als hij zegt, die 6 man moeten weg of die 8 man moeten weg, dan moet je dat blind uitvoeren. Onze directie heeft het niet gedaan en daar hebben ze ook gelijk in. Bovendien is het nooit besproken met Frank de Boer. Het is nooit besproken met hoofd- en hoogteopleiding Jan Olderiekerink. Nou ja, en ik denk gewoon dat Cruijff niet gewend is om nee te krijgen. En het is ook niet de eerste keer dat zo'n incident zich voordoet. Hoe teleurgesteld bent u in Johan Cruijff? Want in principe hebben jullie eigenlijk allebei het beste met Ajax voor. Ja, heel teleurgesteld. Omdat ik het ook niet begrijp. Want misschien met wat aanpassingen had dat rapport ook best uitgevoerd kunnen worden met alle capabele mensen die hier werken. Maar op voorhand te zeggen welke mensen er allemaal uit moeten, zo zit het leven niet in elkaar. En ik ben gewend om loyaal te zijn aan de mensen met wie ik werk. En kunt u dan begrijpen waarom het dan op deze manier moet? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk ben wel heel teleurgesteld dat het zo gelopen is. En dat gaat er niet om dat het voor mij nou zo verschrikkelijk belangrijk is of ik voorzitter van deze club ben of een ander. Maar ik loop mijn hele leven bij deze club rond. Ik had het idee dat we een heleboel dingen fout gegaan, maar ook een heleboel dingen gaan we de goede kant op. En dat dat nu zo af moet lopen, dat is buitengewoon jammer. Hoe vaak heeft u geprobeerd om Johan Cruijff te overtuigen van uw bevindingen? Nou, ik ben daar zelf niet zo vaak bij geweest, hè. Maar dat hoeft ook niet. Ik heb zelf misschien de afgelopen week 3 keer een gesprek gevoerd. En dan niet 1 op 1, maar met andere mensen erbij. Maar telke malen kwam daar aan de orde. Houd er goed rekening mee. Het moet 100% gebeuren zoals ik wil. En telke malen, vooral de laatste keer, vorige week donderdag, hebben we gezegd, ja, maar dat kan niet. Nou ja, dus ik ben niet zo heel vaak bij geweest. Maar afgelopen donderdag voor het laatst, maar dat was echt rampkoers. En waarom denkt u dat die 8 personen, want daar gaat het eigenlijk om, waarom die er zo nodig uit moeten? Nou ja, dat weet ik ook niet, want de meeste die kent Cruijff niet zelf. En dat is ingegeven door een aantal jeugdtrainers die daar werken en wat voor motieven die daarbij hebben. Maar dat zijn ook inhoudelijke zaken, die moet je echt aan de directie vragen. En wat gaat er nu concreet gebeuren? Wat betekent dit nu concreet voor Ajax? Ja, dat betekent op korte termijn niet zoveel. Wij blijven gewoon zitten totdat de anderen zijn. Zolang wij blijven zitten, gebeurt het op de manier zoals wij willen. Dus er worden geen mensen gedwongen ontslagen omdat een ander dat vindt. Ja, en eens komt er een nieuw bestuur. En of dat 1, 2, 3 of 4 maanden duurt, dat kan me niet eens zo verschelen. Het gaat erom dat wij onze principes op dit punt overeind houden. En u bent een echte Ajaxman. Dat werd u al met de paplepel ingegeven. Hoe pijn doet het dan om op deze manier afstand te moeten nemen? Nou ja, weet je, ik loop hier 23 jaar in alle mogelijke functies rond. Ik loop hier al 60 jaar rond, maar in alle mogelijke functies. En natuurlijk had ik liever gewoon met een grote bos bloemen en een fles champagne over een jaar als mijn termijn erop zit weggegaan.
Maar er zijn principes waarvoor ik niet opzij ga. En het principe is, een ander bepaalt niet wie er hier mogen werken. Is er nou ook nog iets in deze kwestie dat u uzelf kan verwijten? Oh, vast. Ik bedoel, misschien had ik eerder in moeten grijpen. Misschien had ik vanaf het begin moeten doorzien dat het zo af zou lopen. Misschien had ik me er wel mee moeten bemoeien, terwijl ik me inhoudelijk eigenlijk nooit met de zaken wil bemoeien. Dat kan je allemaal achteraf bedenken, maar het is allemaal zo vers. En ik zit nog eigenlijk nog zo vol met alles wat er de afgelopen dagen gebeurd is, dat ik aan die rustige terugblik nog niet toegekomen ben.